Wat tips voor onze vrouwen de komende dagen? Geliefde zusters en vooral voor de getrouwde koppels. Ik neem eventjes het woord namens de mannen. Ja, sorry daarvoor. Maar namens mijn broeders moet ik door jullie en mezelf en daaraan herinneren dat de komende 28 dagen daar inderdaad een WK is. Ja, dat betekent dus elke dag wedstrijd. Onthoud goed, elke dag wedstrijd. Op 1 of 2 vrije dagen volgens mij, maar in ieder geval elke dag ja, is er een wedstrijd. Komende dagen, geliefde zusters, partners van jullie mannen, moest ik jullie doorgeven van de mannen. Ja, elke wedstrijd is belangrijk. Ja, onthoud dat goed. Ja, ik moest jullie ook doorgeven dat het geluid van de tv, die staat nooit hard genoeg. Want we willen echt de wedstrijd ervaren met publiek en met de commentator. Dus nee, we zijn niet doof. Het is alleen de sfeer die we willen creëren. Moest ik namens de broeders echt jullie doorgeven. Dus excuses daarvoor. Ik moest jullie ook namens de mannen even doorgeven dat daar waar de regie op inzoomt, wij niet verantwoordelijk voor zijn als mannen. Daar hebben wij niet gekozen, hebben wij niet op gezoomd. Wij hebben ingeschakeld om voetballen te kijken. Dus kijk ons, jullie mannen, niet aan en neem het ze niet kwalijk. En doe niet alsof zij de regie hebben over die wedstrijd, waar ze op inzoomen in het publiek of wat dan ook. Alsjeblieft. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Wij, dus namens alle mannen, wij doen namelijk inzoomen op de wedstrijd. Even voor de duidelijkheid. En daar is waar we voor kiezen. Jullie mannen zijn jullie heel dankbaar als de komende 28 dagen genoeg hapjes en drankjes in huis zijn. Ook als er een keer inderdaad de vrienden of de broers of wat dan ook langskomen. Dat die al aanwezig zijn. Dus laat dat alsjeblieft. Namens de broeders wil ik jullie doorgeven. Heb je iets te vertellen? Is er iets gebeurd die dag? Is er iets al bij je? Weet ik veel. Al word je mama. Al heb je net weer je diploma gehaald. Al weet ik veel. Alsjeblieft na de wedstrijd. Ja? Want anders gaat een man op zelfs misschien reageren op een moment waarvan jij denkt dat is het mooiste moment in het leven. Op een manier waarvan je denkt, had ik het maar niet verteld. Want op dat moment is inderdaad die wedstrijd wat hem opslokt. Dus hij is ontoerekeningsvatbaar. Dus op dat moment moet je hem even met rust laten. Ja, alsjeblieft. Al het goede nieuws of slechte nieuws na de wedstrijd alsjeblieft. Ik moest dit doorgeven. Neem met mij niet kwalijk. Don't blame the messenger. Maar ik moest dit wel eventjes inderdaad met jullie delen. Wat ik jullie nog mee moest geven is namelijk dat het gebied tussen bank en televisie, dat een verboden terrein is. Gevaarlijk terrein. Tijdens de wedstrijden. Nader niet. Tussen de bank en tv, dan moest ik echt namens de mannen doorgeven dat dat iets is wat eigenlijk op dit moment de komende 28 dagen namelijk een bijna een soort van militair terrein is wat bewaakt wordt, wat absoluut niet iemand zomaar overheen mocht tijdens de wedstrijd. Ik moest jullie ook doorgeven dat inderdaad de herhaling soms belangrijker is dan het doelpunt zelf. Even onthouden deze. De herhaling is vaak belangrijker dan de wedstrijd, dan het doelpunt zelf. Dus vraag je niet af waarom hij 2 keer of 3 keer even terug moet kijken. Heb sabber. Ja? Deze komende 28 dagen alsjeblieft even. Ik moest dit doorgeven van de man alleen om heel veel huwelijken wat dat betreft in stand te houden. Ga zeker niet het tegenteam supporten. Ja, dat kan voor spanningen zorgen waar zelfs de VN niet meer tussen kan komen om het op te lossen. Dus laat dat alsjeblieft achterwege. Ja. Ook namens de mannen of namens de broeders. Dit is niet het moment om te vragen wat buitenspel is en bepaalde regels of wat dan ook. Daar had je de afgelopen 4 jaar de tijd voor om een studie daarover te doen, een opleiding daarover te volgen en vragen over te geven. Maar alsjeblieft, ik ga zo trouwens door de reacties heen als er andere vragen zijn of andere opmerkingen of toevoegingen zijn, namens de broeders ook. Dus excuses, zusters, nu eventjes alleen even lang namens de broeders. De afgelopen 4 jaar had je je kunnen verdiepen in het buitenspel vooral en dat soort zaken. Dat had hij graag willen uitleggen. Maar nu de komende 28 dagen alsjeblieft even niet. Even niet. Ja?
Hij wil je ook alvast duidelijk maken dat Messi en Cristiano Ronaldo echt niet voor Spanje spelen. Hoef je ook niet nu te vragen, gaat hij ook niet meer uitleggen. Kom de 28 dagen, laat hem alsjeblieft met rust. Ja, wat dat betreft. Zijn er nog punten die ik door moest geven? Oh ja, alsjeblieft. Dat is een belangrijke, daar sluit ik misschien wel mee af. Dus er zijn genoeg punten. Stel alsjeblieft niet die vraag, hè. Haal het niet in je hoofd. Doe het alsjeblieft niet. Gewoon, dat is echt niet doen. Want je gaat iets horen wat je niet wil horen. Stel nooit de vraag tijdens het WK of tijdens een belangrijke wedstrijd. Wie is er belangrijker? Ik of dat voetbal? Niet doen. Namens de mannen, namens de vakbond voor mannen tijdens het WK. Deze vraag is een no-go. Niet doen. Niet stellen. Je gaat anders een antwoord horen die je niet wil horen. Dus beter voorkomen dan dat je een antwoord moet krijgen wat je niet wil horen. Ja? Deze vraag mag je uitstellen, maar alsjeblieft niet doen. De vraag, wie is er belangrijker, ik of dat voetbal, even niet doen. Ik denk dat dit even een aantal punten zijn, een snelcursus voor de komende 28 dagen het WK, hoe je met je man moet gaan. Ja? Dit zijn de belangrijkste punten die ik heb meegekregen. Ik ben ook alleen maar een boodschapper. Onthoud ze, doe er iets mee, zo niet. Don't blame me. Ja, als het dadelijk tijdens het WK fout gaat, wil je ze even nog delen? Wil je ze samenvatten voor iemand? Wil je ze knippen en met anderen delen komen? Misschien hebben ze daaraan profijt aan. Het enige wat wij kunnen doen als mannen, ja, extra dua voor jullie in de sujoed. Voor heel veel sabr met ons de komende 28 dagen. Mogen Allah jullie nog meer sabr geven. Zodat wij elkaar aan het einde van het WK nog steeds zien, inshallah. En nog steeds in harmonie verder kunnen. Ja, dus mogen Allah jullie huwelijken zegenen. Mogen Allah degenen die nog niet gehuwd zijn partners geven die waarmee ze het paradijs binnen zullen treden en op de weg van Allah zullen bijstaan. Natuurlijk vertel ik dit met een klein beetje humor en ga niet hier of helemaal weer iets te serieus op in of wat dan ook. Al zijn de tips echt wel serieus, ben ik heel eerlijk. Sommige. Dus, maar mogen Allah jullie heel veel geduld en sabr geven.